Hier voor mijn neus hier een eiland die gedeeld is in twee gebieden. En Satino en ik moeten beide aan één kant gaan bouwen. En uiteindelijk wordt het één groot eiland. Oké, Satino, jij mag aan die kant bouwen en ik ga aan deze kant bouwen. En dan als de muur weggaat, dan was het goed één heel groot eiland. Ik ben benieuwd. Ik ben heel, heel erg benieuwd wat je gaat bouwen. Okay. Heb jij wat leuke ideeën, Satino? Ik denk het wel, denk ik. Ah, ik denk het ook. Oké, nou, Santino, succes. Doei. Doei. Oké, ik zat dus te denken om een heel leuk strandje te maken. Want hier is natuurlijk allemaal zand. Dus laat ik daar maar eerst mee beginnen. Alleen, ik moet wel opschieten, want we hebben allebei maar een kwartier de tijd. Oké, laat ik eerst maar even de strandbedjes gaan maken. En daarvoor moet dit zand hier eventjes weg. Zo, ik ga hier gewoon een paar bedjes neerzetten. En dat wil ik maken met stairs. Dus even kijken. Zulke stairs en een slab. Kijk, op deze manier kunnen wij dus, eens even kijken. Kijk, kunnen wij een heel mooi bedje maken. Daartussen zetten wij een fence neer. Eens even kijken. Zo, dat wordt namelijk een parasol. En ik zit even te kijken, want ik kan dus carpet neerzetten. Alleen, ik weet dus niet helemaal uit mijn hoofd hoe ik dat carpet tegen elkaar aankrijg. Volgens mij met strings of zo. Wacht, ik ga het proberen. Kan ik nu hier carpet opzetten? Oh, ja, zeker. Oké, dit is echt perfect. Dan moet ik dat hier en hier ook eventjes doen. Hier, 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 hier. Zo, oké. En op deze manier hebben we gewoon onze eigen parasol gemaakt. Oké, ik zeg je eerlijk, ik denk dat dit best wel vet is. Alleen moeten we natuurlijk wat meer strandbedjes hebben. Zo, hier komt er nog één. En dan komen er hier ook nog eventjes twee. Oké, ik denk dat dit uiteindelijk vetter gaat worden dan dat ik het in mijn hoofd eerder had. Oké, hier moet ook nog wat zand komen op deze manier. En dan moet ik weer die parasolletjes gaan neerzetten. Alleen ik denk dat ik dus nu wat andere kleuren parasollen ga maken. Oké, ik denk dat geel wel leuk is. En weet je wat? Omdat Santino de kleur groen heeft, doe ik ook natuurlijk de kleur groen. Oké, dus hier komt groen, hier komt geel. Dan natuurlijk weer even die strings eromheen plaatsen op deze manier. Zo. En dit is zo moeilijk om te plaatsen, want je ziet ze bijna gewoon niet. Alleen volgens mij heb ik het goed gedaan. Oh ja, let's go. Oké, dit ziet er heel gaaf uit. En dan natuurlijk moet ik dat hier ook nog eventjes doen. En dan zijn de strandbedjes in ieder geval al gemaakt. Alleen, het is natuurlijk ook wel leuk als je een soort van bar hebt, zodat je ook even lekker wat drinken kan bestellen. Dus dat ga ik hier achter maken. Alleen, ik denk dat het ook wel leuk is als je een soort van pad hebt waar je op kunt lopen. Oké, ik ga dit dus eventjes weghakken op deze manier. Ik ga hier een soort van pad maken. Dus even kijken. En dan hier komt natuurlijk ook een pad. Dat laten we hier achterlangs doorlopen op deze manier. Dan komt hier ook nog even een klein paadje. En dan uiteindelijk ga ik hier de bar maken. Oké, laat ik hier in ieder geval maar even al dat hout gaan plaatsen. Ik denk dat dat wel heel mooi is. En dan doe ik dat hier natuurlijk ook eventjes. Alleen, zoals jullie al zagen, heb ik hier dus wat slabs neergezet. En ik denk dat het mooi is als we hier en daar gewoon even wat slabs doen. Om een beetje diepte erin te krijgen. Kijk eens aan. Oké, het pad is in ieder geval helemaal klaar. En ik denk dat ik nu kan gaan beginnen aan de bar. Om het een beetje strandthema te houden, denk ik dat ik de bar van Barrels ga maken. Dus even kijken. Dit is de bar op deze manier. Zo, dan heb je hier natuurlijk wat ruimte waar je kan lopen. En dan hebben we even een fence gate nodig. Want je moet natuurlijk ook hier en daar wel naar binnen kunnen lopen in de bar. Dat doen we hier. We pakken ook nog even wat normale fences erbij. Want er moet natuurlijk ook wel een soort van dak opkomen. Oké, eens even kijken. Dit doen we 3 hoog. Vervolgens doen we hier zo hetzelfde. En daarop plaatsen wij vervolgens weer even wat slabs. Zo, en dan is de bar in ieder geval klaar. En oké. Ik denk dat dit best wel vet is. Alleen, we zijn nog niet helemaal klaar. Want de bar moet natuurlijk ook wel wat staan. Dus laat ik beginnen met even, eens even kijken, een mooie zwarte koelkast. Ik zet gewoon hier en daar even een koelkast neer. Zo. En dan denk ik dat dit ook wel gaaf is om hier neer te zetten. Want dat geeft toch een beetje een beach vibe. Oké, en dan pak ik even een pot erbij. Die zet ik er hier en daar een beetje op. Om het toch nog even iets mooier te maken. Met natuurlijk een rood bloemetje erin. Alleen, ik ben één ding vergeten, want bij een bar hoort natuurlijk ook een kraan. En zoals jullie kunnen zien, heb ik een mod geïnstalleerd waar je ook daadwerkelijk een kraan hebt. Dus, daarvoor gebruik ik deze. En ik zet hier gewoon even kijkers aan. Hoppakee. En op deze manier hebben wij een bar gebouwd. En, ik weet niet of het mooi is, maar ik ga dit hier neerzetten hierop. Is dit een beetje mooi? Oké, het werkt niet. Het werkt daarvoor gemeten. Weet je wat? Laat me zitten. Ik hou het wel gewoon even op deze manier. Want ik wil namelijk nog meer dingen doen. Ik denk dat het leuk is om hier een soort van klein vakantiehuisje te maken. En hier moet eigenlijk een plek komen waar allemaal bootjes kunnen komen. En laat ik de rest maar opvullen met misschien nog wat meer bedjes. Want kijk, hier kunnen gewoon nog makkelijk wat bedjes staan. En op die manier kan ik het echt heel makkelijk opvullen. Dus hier nog even wat bedjes. Natuurlijk even wat slabs weer neerzetten.
zetten. Kijk, deze zitten lekker aan het water. En hier natuurlijk ook. Kijk, op die manier vullen we het strand steeds meer. En ik zit te kijken. Ik denk dat we dan ook weer even een soort van pad moeten maken. Want ik vind zo'n pad op zich wel een leuk idee. Kijk, en dan vanaf hier doe ik hier ook weer even een pad hier naartoe. Zo. Ik ga het allemaal niet te moeilijk maken. Maar dan kost het me denk ik iets te veel tijd. Want ik heb natuurlijk maar 15 minuten. Dus laat ik dat pad maar gewoon even heel snel gaan opvullen. Het is niet een perfect pad. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je gewoon van bedje naar bedje kan lopen. Zonder dat je voeten verbrandt op het hete strand. Oké, zo. En dan hier natuurlijk nog eventjes op deze manier. En hier komt nog even wat hout. En dan doe ik weer op dezelfde manier met die slabs. Af en toe even een slab plaatsen. Dat is wel gaaf, denk ik. Zo. En om het nog iets meer een beetje een beach vibe te geven, doe ik trouwens ook even wat lanterns plaatsen. Ik denk dat het wel gaaf is om te doen. Dus hier komt een lantern. Hier en hier. En op de bar. Nee, of trouwens, aan de bar laten we er ook nog even twee hangen. Dus in elk hoekje van de bar doe ik ook een lantern. En hoppakee. Oké, dan moet ik alleen nog wat parasolletjes maken in verschillende kleuren. En daarna denk ik dat het tijd is om daar even wat bootjes neer te zetten. En natuurlijk een huisje. Wat ik eerst even wil doen, kijk. Ik ga hier gewoon heel veel dolfijnen spannen. Ik denk dat dat echt heel erg leuk is om te doen. Dat hoort er natuurlijk ook wel een klein beetje bij. En ik ben zo benieuwd wat Santino van zijn kant van het eiland aan het maken is. Ik kan niet wachten om die rode muur straks weg te halen. Maar ik moet gewoon opschieten. Laat ik maar even wat parasolletjes gaan maken. Oké, alle parasolletjes zijn klaar en ik ben op een heel vet idee gekomen. Dat is namelijk een kampvuur. En ik weet niet of ik daar heel veel tijd voor heb, maar gelukkig kost het niet heel veel werk. Dit is namelijk echt een perfect plekje ervoor. Oké, eens even kijken. Ik maak hier een soort van gat. Dan zet ik hier het vuur neer en eens even kijken. Hier zet ik gewoon eventjes dit neer. Ik wil hieronder even zand maken. Ik denk dat dat even wat mooier is, dat alles gewoon even lekker van zand is. Hier komt dan vervolgens nog even wat zand. En dan zet ik even wat logs eromheen. Oké, ik denk dat dit wel vet is. Het kost niet heel veel tijd, maar het maakt het toch weer even ietsjes mooier. Oké, dan moet ik nu een soort van steiger gaan maken. Oké, daarvoor ga ik ook deze logs gebruiken. Zo. En dit gaat niet heel veel tijd kosten. Ik doe namelijk gewoon even 2, 3, 4, 5. Zo. 1, 2, 3, 4, 5 en dan deze weer erop. Vervolgens pak ik even wat slabs. En kijk, die zet ik vervolgens weer hierop. Zo. Kijk, op deze manier hebben we een soort van steiger gemaakt. Alleen, dit vind ik niet heel mooi. Ik denk dat ik hier gewoon eventjes wat fences ga neerzetten. Maar eerst even de slabs erop plaatsen op deze manier. En dan doe ik hier de fences. Zo. Oké, ik zeg je eerlijk, ik denk dat dit best wel gaaf is. Weet je, dat vult er toch weer een klein beetje op. En dan, eens even kijken, pak ik wat bootjes erbij. En ik zet hier gewoon even wat bootjes neer. Puur om het eventjes op te vullen. Natuurlijk ook weer even wat lanterns. Die zet ik weer even hier neer. Zo. En dan denk ik dat het leuk is als we hier ook een soort van weer een heel lelijk, of nou, lelijk niet, maar een heel snel pad neerzetten. Oké, daar heb ik natuurlijk weer deze blokken voor nodig. Zo. En dan af en toe weer even een slab hier en daar. Oké, nu hebben we hier ook meteen een paadje. Ik denk dat dat wel vet is. En ik zit even te denken hoe ik het verder kan opvullen. Ik denk dat het wel leuk is als we dit gebouwtje een soort van opnieuw gaan maken. Alleen dan met een soort van bedje erin, dat je daar gewoon lekker kan chillen. Dus eens even kijken. We doen gewoon een heel klein vierkantje, zo. Dan natuurlijk doen we die fences er weer op deze manier. Zo, zo. En daarom wil ik eigenlijk even deze blokken plaatsen op deze manier. En dan hierin komt een huisje. Trouwens, ik denk dat ik gewoon alleen een bedje ga neerzetten. Dus ik pak hier even wat ladders. Ik heb namelijk niet heel lang meer de tijd. Oké, eens even kijken. Hier doe ik weer even wat fences op deze manier. Zo. Dan pak ik even deze slabs weer erbij en die zet ik er dan vervolgens op. Oké, dit is misschien niet het allermooiste huisje, maar ik ben echt op dit moment heel erg aan het haasten. Dus ik denk dat ik straks gewoon de rest even gaan opvullen met gewoon allemaal bamboe. Dat vind ik ook wel een beetje erbij passen. Oké, eens even kijken. Is dit een beetje mooi? Trouwens, ik wou dit een soort van huisje maken, maar dit lijkt eigenlijk best wel op gewoon een plekje voor een lifeguard. Ik denk dat dat wel vet is. Dan doe ik hier nog even slabs en een fence gate. Oké, ik denk dat... Of twee fence gates. Ik denk dat dit wel heel erg gaaf is. Oké, natuurlijk weer even 1, 2, 3 en 4 lanterns erbij. En dan ga ik de rest van het eiland gewoon even opvullen met wat bamboe. En hier en daar... Kijk, dat vind ik ook wel leuk. Wat cactussen, zo. Weet je, om het toch nog even iets voller te maken op deze manier. Hoppakee. En natuurlijk moet ik die bamboe ook een beetje laten groeien op deze manier. Hoppakee. Oké, ik zeg je eerlijk. Ik vind mijn kant van het eiland best wel goed gelukt. En de 15 minuten zijn voorbij. Dus ik ben heel benieuwd wat Santino ervan heeft gemaakt. Oké, Santino, de 15 minuten zijn voorbij. En ik ben heel benieuwd wat jij van jouw eiland hebt gemaakt. Ik ga Haal die muur weghalen. Ja. Wow. Wow. Wat? Oh mijn god, dit is zo'n gaaf eiland geworden.
hè? Dit is echt heel dik. Wat? Oké, wacht. Jij hebt hier een soort van allemaal vakantiehuisjes, lijkt het wel. Ja, met twee bewakers en een klein strandje hier nog. Waar zijn de bewakers? Zijn dit de bewakers? De Iron Golems. Nee, de Iron Golems. Oh, de Iron Golems. Ja, je hebt gewoon een village gemaakt. En kijk, aan deze kant zat hij nou. Kan je lekker chillen? Heb je een bar? Heb je allemaal bedjes? Oh, dit is heel vet gedaan. Oké, ik vind het oprecht echt een van de ziekste eilanden die ik ooit in Minecraft heb gezien, denk ik. Ja, maar echt hoor. Dit is echt heel vet gedaan. Oké, dit is heel erg leuk. Oeh, oh mijn god. Jij hebt hier ook gewoon een strandbedje. Ja, ik heb gewoon even een klein stukje waar die villagers kunnen chillen. Oké, Santino. Let's go. Laat in de comments even weten wat jij van dit eiland vindt. En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video van mij te zien. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...